Vandaag sta ik in Arbert. Dat is een buurtschap ten westen van Delfzijl. En de zon is er op dit moment in weer bij. Maar het was ook onstabiel. En ook al zitten we er tussen twee storingen in. Al droog blijft het in ook gewoon. Hè? Want buiten kan heel makkelijk ontstaan. Nou, vanochtend en vannacht hebben we weer veel bewolking. En er volgt een zone met regen. Met heel veel bewolking zal de temperatuur dan ook niet al te ver onderuit gaan. 8 of 9 graden. En de wind draait naar het oosten tot zuidoosten. En die is muismotig. Morgen wordt een dag met veel bewolking. Of het zou wat regen, vooral mevrouw nog. En in de middag het droger weer. Maar de zon redt het stoer en die redt het waarschijnlijk ook nooit. En er staat een behoorlijke wind. Die komt uit het zuiden tot zuidwesten en die wordt motig tot krachtig. Desondanks wel een hogere temperatuur. 15 tot 17 graden. En over mijn nacht opklaren weer, droog dus. 6 of 7 graden en met een afnemende wind is de kans op mist en nevel. Donderdag brengt weer veel bewolking. Overtouw een spatje regen. De wind die door het noorden tot noordoosten zou draaien is zwak tot motig en brengt ook weer een legere temperatuur, 14 graden. Ook op vrijdag wat regen en op zaterdag blijft ook al niet droog en zo is het gewoon wisselvallig en toch zo langzamerhand ook wel nat. Maar er is nog hoop, want is mijn nat, een droge juni volgt zijn pad.